Goedemiddag. Dag Evert, goedemiddag. Goed. Goed, met u? Ja, een beetje bekomen van de laatste speeldag, hè. Union grijpt opnieuw naast de titel. Oei. Union grijpt opnieuw het naast kan, de titel. Het kan misschien. Het kan met wat chance. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja. Ik denk dat het de start gaat belangrijk zijn voor Union. En als zij er in het begin goed doorkomen, dan gaat het vertrouwen daar weer zijn. Er was even sprake van een dipje, maar nu tegen Antwerpen. Moeilijke verplaatsing, zag dat toch weer niet. Met 10 man komen ze daar op voorsprong. Dus er kan echt wel iets gebeuren voordat Union begint te twijfelen. Dus het kan misschien, maar ik zou zeggen dat Union niet naast de titel grijpt dit jaar. Het zou zonde zijn, toch? Ze verdienen het. 3 jaar op rij, zo straf presteren. Ja. Als je dan 3 jaar op rij niks zou winnen, zou dat echt... wel nog 2 kansen natuurlijk. Op de beker ook. Ja, maar dat valt op een heel slecht moment. En wat ik wel straf vind... We kunnen wel al kampioen zijn tegen dat, en dan valt dat op een goed moment. Stel je voor, dat je als kampioen ook nog die bekerfinale ingaat. Maar het is wel straf, zowel Blessing als hun physical coach zeggen eigenlijk, er is geen enkel probleem met de fysieke paraatheid van onze groep. Nee, maar het begint mentaal ook te wegen. Hè. Elke keer je opladen, elke keer... Er zijn spelers die echt wel zich willen bewijzen. Want je weet dat je bij Union als speler zit voor een doorverkoop. Je gaat daar niet carrière maken en zeggen, we gaan hier 5 jaar op rij kampioen spelen. Ook al hebben ze daar de groep voor misschien. Het is een doorverkoopclub, dus je wilt naar... Dus die bewijzen zich. En sommigen willen zich misschien te veel bewijzen, te persoonlijk worden op het einde. Dat zijn dingen die in zo'n club wel kunnen gaan spelen, natuurlijk. In die play-offs, met een Blessing als coach die dat toch wel keihard in de hand probeert te houden, zouden dan voor plots meer egoïstisch gaan spelen? Als er interesse is van clubs en je wilt je tonen en je krijgt de kans om te scoren of je kunt hem afleggen. En, er zijn allemaal dingen die daarin meespelen. Maar ik denk niet dat die groep, want die waken echt wel over hun DNA, over hun cultuur, dat die daarmee bezig zijn. Maar het kan wel, daarom dat ik zeg, het kan misschien, maar ik denk eigenlijk eerder dat het niet kan. Dat Union gewoon te... Solide, toch? Mindset zit daar goed. Ik zie die ploeg geen 3 wedstrijden op rij verliezen. Dat zit daar niet in. Die kunnen zich altijd opnieuw terug rechtzetten. Die kunnen een keer een misstap begaan, maar niet zo 3 op een rij. Zo'n Maurice, een Burgess, een Van Houten, die houden die ploeg echt wel bij elkaar. Ja, ook een Nilsson denk ik dat er wel verstandig genoeg voor is. Die hebben in elke linie wel zo iemand die degene naast hun, als ze beginnen te... de kantjes eraf te lopen, die ze bij de arm grijpt en zegt oké, zo. Maar ik dacht dat van Machida ook. Ik zag die ook, het licht ging er ook even uit in het weekend. Dus. Die heeft nu zijn momentje al gehad, ja, dat is gepasseerd. Ik vind dat super straf samengesteld elftal. Als Amoura zijn niveau haalt en je gaat niet altijd de bal hebben als Union zijn, zeker niet in de play-offs. Hè. Die ploegen gaan moeten je komen willen tegen... dat ook niet, nee, toch? Nee, maar ja, de ploegen gaan moeten komen tegen Union, want zij staan voorop. Ze kunnen in een zetel spelen en als je dan een Amoura hebt die op niveau is, je kunt counteren, ja, dodelijk. Oké. Anderlecht heeft de magere jaren nu helemaal achter zich gelaten. Nu moet ik nadenken wat Sam zou willen dat ik antwoord. Definitief de magere jaren achter zich. Voor mij kan het met wat chance, ja. Ja, maar dan wisselen we gewoon, want als ik het kan, misschien. Ja, ik... Maar waarom zouden we kunnen denken dat het nu voor een langere periode is? Ik denk dat er veel afhangt van Jan Vertonghen in deze ploeg. En daarom zeg ik van oké, als we hem verlengen is het 1. Hij is de leider, maar als hij zegt van ik stop ermee, dan moet je een nieuwe leider gaan zoeken. Die zie ik niet direct in deze ploeg. Maar dan nog is het maximaal nog voor 1 jaar, toch? Ja, maar dat geeft u wel weer 1 jaar tijd om er iemand gaan bij te zetten of bij te halen. En Delaney zou dat eventueel kunnen worden als ze die gaan tekenen, want die is geleend nu. Dus ik denk dat zijn toch wel 2 bepalende spelers om, wat we net zeggen van Union, die cultuur bewaken. Ik denk dat het met een trainer en met een sportief directeur goed zit, dat die een goede idee hebben over voetbal. Maar ja, je zit maar zo sterk als je ploeg en je spelers. Dus. Er zijn een paar, ja, Augustinsson en zo, Delaney, Jan Schmeichel is dan 36. Oh, die had... Dat is allemaal onzeker wat die de volgend jaar nog gaan zijn. En ook die jonge gasten, die azen misschien alweer op een transfer. Die hebben eigenlijk getoond vorig jaar dat het met alleen die jonge gasten niet lukt. Dus je moet die oudere garde gaan vervangen en goed vervangen.
Oké, okay, een Hazard die nog wel een paar jaar doen. Die moet toch de lijnen gaan uitzetten. Ik weet niet dat dat een leider is. Ik heb er niet mee gespeeld, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar een hele goeie met de voeten. Ja, maar ik denk niet dat iemand anders gaat terechtwijzen als ze uit het gareel lopen. Ja. Denk ik. Dat is een beetje zoals mijn broer. We kennen allemaal als de speelse goede voetballer. Maar... Ja, als je het zo zegt, als je natuurlijk, stel je voor dat je een Vertonghen, een Schmeichel en een Delaney zou moeten gaan vervangen, dan wissel ik misschien weer met mijn positie. Want dat zijn wel cruciale figuren. En er zijn er ook geen 50 van te vinden die morgen. Alleen volgend jaar naar Anderlecht willen komen, denk ik. Die dat meteen hetzelfde kunnen brengen. Absoluut, daar ben ik ook zeker van. Ik denk dat ze dat ook wel weten. Anderlecht, dat ze ook wel alles aan zullen doen om die gasten te verlengen die ze nodig hebben. En dat geeft hun tijd om die vervanging. Want dat is iets wat dan is het dit jaar niet, is het volgend jaar. Hè. Dus het definitief over zijn. Ja, natuurlijk, als je meer geld binnenhaalt door Europees voetbal en je presteert iets in Europa, dan kun je misschien weer... Als ze Champions League zouden halen, dan gaan ook die namen blijven. En dan kunnen ze misschien zelfs nog meer van dat soort namen gaan halen. Dan praat de financieel ook weer een ander verhaal. Ja, maar ik denk dat namen alleen is niet genoeg. Je moet ook persoonlijkheden halen. Want de naam die er van ergens komt, wat zegt dat? Het moet echt wel een persoonlijkheid zijn. En dat is wat dat in Anderlecht altijd geweest is. Er waren altijd een paar leiders die het voortouw namen. En nu weer terug. En dat is leuk om te zien. Maar... En gaan ze nog Denen halen dan volgend jaar? Ja. Nog meer. Hoeveel Belgen moeten er op blad? 7. Dus hebben we nog plaats voor nu 4 Denen in de ploeg? Ze kunnen heel de bank ook vol zitten met Belgen. En dan... Ja, een Deense nationale ploeg samenzetten. Ja, ik ben wel benieuwd. Maar ik moet wel zeggen, want ik heb er met die gasten gewerkt. Die zijn wel echt heel plichtsbewust en heel teamgericht. Dus het is geen slecht idee om een ploeg met Scandinaviërs te bouwen. Nee. Dat zijn echt wel, die hebben echt wel de persoonlijkheid waar we nu op komen. Hè. Dat zijn wel gasten die dat hebben. Ja, want bijvoorbeeld een Draaier vind ik, die speelt een strafseizoen. Hè, want op een gegeven moment komt hij zelfs onder druk te staan van is dat wel een ander lichtspeler? Die trekt zich daar niks van aan en zijn statistieken komen terug in orde. Ik vind dat wel mentaal straf. Een hele slechte start genomen, een beetje overgewicht uit de vakantie gekomen. Echt onder zijn vijs gekregen. Voilà. En hij heeft dat opgepikt en die statistieken zijn daar. Ook een Dolberg is iemand die... Dat zijn er nooit die een grote mond hebben. Je hoort die nooit in de pers praten, je hoort die nooit grootspraak doen. Maar dat zijn wel gasten die, als er moet gewerkt worden, echt wel beginnen werken. Ook altijd in functie van het team. Ja, Schmeichel en Dolberg heb ik niet mee gewerkt, maar Draaier bijvoorbeeld wel. Dat is een droom als coach om te hebben. Ja, voor het Belgisch voetbal zou het gewoon goed zijn dat Anderlecht gewoon permanent terug een topclub wordt, toch? Je ziet het ook dit jaar, dat maakt het meteen veel leuker en interessanter. Ja, het is nu een beetje Brugge die het dit jaar een beetje laat afweten. En dan zie je alle drie met Union, hè. Ik spreek dan Antwerp vorig jaar kampioen, dan Anderlecht, Antwerp, Brugge en Union. Dan hebben we toch altijd, Genk is ook al, ook nog maar... Allee. Dat is het goede aan onze competitie, hè? Dat we die verschillende topclubs hebben. Ja, er zal altijd wel eentje zijn die het laat afweten. En dan heb je de KV Mechelen en de Cercles. Dat is Standaard, toch? De ploeg die het altijd laat afweten. Ja, maar ik zie Standaard niet meer als een topclub na al die magere jaren en de financiële problemen. Dus die zijn verder afgegleden dan de Anderlecht afgegleden is. Antwerp pakt de dubbel-dubbel. Oh, maar dat... Ja... Als ik... Ik zeg, het kan niet meer. Kan niet meer? Nee. Maar als het nu kan, dan ontploft dat in je gezicht. Hè? Wacht, ja, maar het, als nu Union pakt de dubbel is iets anders dan Antwerp, is echt wel een grote... Kan wel chance, zeg ik. Ja, ik denk dat ze een te slechte periode gehad hebben of zo. En dat ze dan nu niet meer plots gaan goedmaken. Dat ze de beker pakken, zou ik zeggen, ja, maar de dubbel nu nog eens opnieuw. Ja, de kloof is... Op hoeveel punten komen ze? Ik denk dat het waren er 19, als ik me niet vergis. Dat zijn er nu 9 of 10. Ja. Op 30 punten. Ja, dan moeten al twee ploegen, Anderlecht en Union, echt een heel slechte play-off spelen. Ja. Heel veel chance kan dat, ja. Ja, dus ik wil hier graag nog heel veel chance bij zetten. Ik zie het niet gebeuren. Ik denk wel, de beker kunnen ze pakken. Daar zijn ze volgens mij echt op gebrand. Maar ik denk dat ze het zelf ook al wel opgegeven hebben dat de kloof te groot is. Ik vind wel... Als ze op hun best zijn, vind ik ze het beste voetbalspelen in België. Het meest duidelijk. Ja. Het is het meest herkenbaar. Dus spelers kunnen van plaats wisselen, maar het systeem is duidelijk. En dat is echt de hand van Bommel. Chapeau wat hij daar neergezet heeft. En ik ben een enorme fan van Eduke. Dat is volgens mij een speler die in de play-offs een match kan openbreken. Ja, ik ben 100% akkoord, maar ik denk dat hij zo verrassend is dat voor zijn medespelers ook een verrassing is wat hem doet. En dat is binnen die...
het structurele van Bommel, weet je, maar hij is toch ook van? Hij zet hem toch? Ja, ja, omdat hij weet van in die laatste 30 meter moeten we een beetje creatief zijn, een beetje anders doen. Dat kun je niet altijd uittekenen op een tafel of op een bord. De situaties zijn wat ze zijn. En ik denk dat een hele moeilijke is om met samen te spelen, maar zoals dat gezegd, die kan een match echt ofwel helemaal naar de vaantjes helpen ofwel helemaal beslissen. En ja, ik weet niet hoe ze dat van vooraan gaan. Ja, ik wil niet zeggen oplossen, hè, want zowel Jansen als Eleni Kena zijn twee echt enorm sterke spelers. Maar ik zou graag nog een meer zuivere tien willen zien in dat elftal. En die kunnen ze nu niet zetten door die twee spitsen, of ze hebben die misschien niet. Ja, ik begrijp het, maar ik ben wel heel aangenaam verrast van het positiespel van Vincent Jansen. Die is altijd aan het kijken wat een spits eigenlijk in principe niet veel moet doen, want hij weet dat die verdediger daar is. Maar hij is altijd aan het kijken, scant voor die ruimtes, kan uitdraaien, heeft een goede pas om het spel te openen, om dan voor de goal te komen. Dus eigenlijk vind ik het een hele goede team. Een beetje een ouderwetse team die niet te veel in het loopwerk, geen moderne team, maar zo'n ouderwetse team die als zijn lichaam dan goed gebruikt het spel kan openen. Ik had dat niet gezien in hem dat hem dat zo goed ging doen. Ja, maar er was zoiets een wedstrijd dat ze op laatste nog een goal zochten. En dat hij eigenlijk net te veel uit zijn team bleef, net omdat je al Eleni Kena had en dan gingen ze Toby ernaast zetten. Ernaast, ja. Maar dan stond Jansen er niet in, terwijl dat is misschien wel nog altijd hun beste golemaker ook. Ja, maar als je dan kunt komen op het moment dat die ballen... Je moet toch altijd eerst naar de flank gaan, je moet altijd eerst open gespeeld worden. Antwerpen is niet de ploeg die door... cirkelen. Ja, niet cirkelen die door het centrum gaat. Ja, zeker niet cirkelen, maar niet de ploeg die door het centrum gaat voetballen. Dus ik denk dat hij wel de ervaring heeft en het verstand om te zeggen oké, nu gaat die center komen en nu komt het, en dan zijn ze niet opgepikt en zijn ze vrij. Dus ik denk, ik zie daar echt een hele verstandige speler. Ik denk ook dat het de laatste jaar zou kunnen zijn in België. Ja? Ik denk dat, ja. Ik denk dat die... Ja, Antwerpen heeft ook niet meer de middelen, of de Gijsens heeft ook niet meer de middelen blijkbaar. En dat is toch wel een grootverdiener die weegt op het budget. Dus ja, dat zou ook kunnen zijn. Ja, de dubbel gepakt, een Europese campagne meegemaakt. Ja, gaat hij die nog verlengen aan die voorwaarden? Of? Ik vind ook, de Den Bosuil speelt toch ook zijn rol voor Antwerpen. Dat is toch een enorm wapen dat zij hebben. Ja, maar stel je voor dat dat aan die twee kanten zou zijn. Dat dat stadion af geraakt. Ah ja, maar dan, ik heb het meegemaakt als ze aan de twee kanten zaten in tweede klasse. Dat was al waanzinnig. En jij hebt er gekipt. Ja, ik heb er in tweede klasse. En ik denk dat er, ja, met momenten waren er 15.000 supporters zotten toen. Dat je denkt van, waar komen ze vandaan? Wij spelen echt slecht voetbal, ik bedoel. ze kwamen niet voor. Maar in de goal was het in orde. Nee, ook niet. Ik heb een heel slecht seizoen gespeeld in Antwerpen. Maar dat was waanzinnig om te zien dat die gasten allemaal daar kwamen. En 90 minuten, dat was net het jaar dat Beerschot de fusie gedaan had, denk ik. Ah, ja, ja. En die kwamen 90 minuten roepen, wij zijn geratten, wij komen terug. En ja, die keken niet eens naar de match. En het heeft wel invloed, hè. Je zag het, hè, onder andere bij Union. En Van Azenbroek heeft er eigenlijk ook al over geklaagd, hè, dat er daar aan de zijlijn veel druk wordt gezet op de tegenpartij. Maar het werkt. Het werkt in het voordeel van Antwerpen. Club Brugge had dat ook altijd. Op Club Brugge gaan spelen was ook niet. Op Standaard vroeger was het ook. Ja, nu is dat iets minder. Maar op Club Brugge was dat ook. Die druk dat je daar voelde van, ja, dat moet het toch wel tegen bestand zijn. En in Antwerpen is dat nu extreem ook, hè. Ik hoop wel dat ze in het begin van de play-offs kunnen dichterbij sluipen, want dan krijg je echt wel spanning. Hè. Als, dan krijg je echt een cruciale matchje op de Bosuil. Anders is het te snel gedaan. En dan is het kijken naar plaats 2. Maar als Union de eerste 3 matchen wint en Anderlecht verliest er 2 en Antwerpen verliest er 1, dan is het al gedaan. Hè. Ik ben ook benieuwd wat er nog bijvoorbeeld bij een ploeg van Antwerpen gaat lekken tijdens die play-offs van wat er volgend jaar gaat gebeuren. Want Van Bommel bijvoorbeeld, dat is nog altijd allemaal niet zeker. Stel je voor dat je na... Ja. Dat je zo'n een lek krijgt in de pers, ergens midden in die play-offs, daar heb ik schrik voor, denk ik. Wie heb je daar allemaal? Ik zeg net Jansen, Van Bommel. Toby zal wel nog een jaar bij doen, denk ik. Of wat heeft hij al getekend? Ja, die heeft nog een jaar contract. Die heeft nog een jaar contract, ja. Dus die zal het wel uitdoen. Dus ja, er zijn dan nog wel een paar spelers die misschien azen op een transfer. Of die... Zeker. Een Keita, die een Vermeer toch wel wat mis, denk ik, op dat middenveld. Dus ja, er zullen er nog wel zijn. Die... Ja, en Djouké die moet dan terug naar Moskou. Wat is daar de bedoeling? Er zijn er zo nog een paar. Daar zou ik ook niet terug naartoe willen, eigenlijk. Maar. Nee, maar ja, het zal over geld gaan, hè, bij al die mannen. Ja, nee, ik vind... Ik denk nog altijd wel dat het kan. Omdat ik Antwerpen vind ik echt ook een goede uitgebalanceerde selectie hebben. En dat stadion, toch wel en een goede coach. Toch wel wat vertrekkers gehad ook. Hè. Ja. Moeja die dan plots vertrok, die toch veel speelde, op de counter belangrijk was. Maar oké, Ondrejka kwam dan terug. Ja, die heeft ook direct een hoog niveau. Dat is toch eigenlijk een betere voetballer dan Moeja. Niet zo snel, maar
ja, je wilt de betere voetballers. Die zou die teamrol kunnen, denk ik, maar misschien nu nog niet. Maar... Dat zou kunnen, ja. Balikwisha, als zo wat tweede spits, 10 tussen de linies, zou dat misschien ook wel kunnen. Ja. Ja, ik weet het niet. Antwerpen heeft mogelijkheden. Koulibaly... Het kan helemaal niet meer. Hè? Nee, maar dat is de verdienste van Union. Ik zie Antwerpen moet en in de competitie 9 punten goed maken en de beker winnen of de finale spelen tegen Union. Het is gewoon dat Union in mijn ogen zo sterk is dat Antwerpen de dubbel niet meer kan pakken. Eén van de twee, ja, dan zet ik absoluut. Maar alle twee en de beker en... Nee, dat... Bommel gaat afprinten, hè? Ik hoop het, want ik werk wel met jongens samen van Antwerpen ook, dus die geloven er wel in, maar het moet ook wel realistisch zijn. Wat was het meeste ooit in de play-offs? 26? Ja, standaard 26 op 30. Dus dat wil zeggen dat Union er maar... Bijna de helft. Bijna 15 mag pakken. Nee, dat is echt te weinig. Ze gaan meer pakken. En ook, dat moet al 26 al, hè. Dat is ook... Oké, ik doe mee. Kom, hop. Het kan niet meer. Club Brugge zette Ronnie Deila op het juiste moment aan de deur. Goh, maar zeg, dat vind ik... Dat die, over een mens aan ontslag praten vind ik altijd zo moeilijk. Je weet niet wat hij er allemaal gespeeld heeft. Het is ook... Ja, die had er ook meer van verwacht. Ja, die is nu zijn job kwijt. Ik vind dat zo hard om te zeggen. Ja, ze hadden hem rapper moeten buiten gooien. Het kan mij wat chance, maar ik weet het ook niet waarom dat ik dat zeg. Want ik vind die mensen een heel ondankbare job hebben. Gewoon door het vertrek van Mannaert. Dat is, Mannaert speelt daar, of heeft daar heel lang een hele belangrijke rol gespeeld op het sportieve. Het eerste wat hij ook zegt na zijn ontslag is, alle voetbalintellect is... Ja. Richting de organisatie is dat wel een stevige uitspraak. Hè? Iemand als Verhagen lacht daar niet mee. Hè? Nee, maar dan weet hij ook wat hij moet doen. Hè? Je gaat de waarheid toch wel krijgen van iemand die net... Hij zal er misschien ook wel binnenkamers gezegd hebben van, ja, met wie moet ik hier sperren over voetbal? Ja, en ik weet ook niet dat die assistenten daar hem veel geholpen hebben of... Hij heeft ook uitspraken gedaan als, ja, ik heb niet de transfers gekregen die ik wou. Geef mij ene Mercato en ik haal wel die resultaten. Hij heeft daar eens gezegd, it is what it is, na een belangrijke wedstrijd die niet goed ging. Ja, ik weet het, maar... Dus, hij zocht het ook wel. Ja, hij misschien... zocht zijn eigen ontslag of zo, ik weet het niet. Het enige wat je kan zeggen is, ja, het is net voor de play-offs. Je hebt nu die international break. Dus ja, als je het ergens moet doen, dan is het nu het enige wat dan... tegenspreekt, of dat tegenspreekt, is, ja, is wel Europees. Dus ja, stel dat hem de Conference League kan winnen, dan is het plots een hele goede coach en is het de eerste die een Europese prijs pakt. Daar is hij heel, heel slecht gezind over, hè? Dat ze dat afnemen. Ja, ja, natuurlijk, dat is het. Maar ja, als je natuurlijk 20 punten achter hebt op de eerste en als Club Brugge, met de kern dat ze hebben, vind ik dat ze ver ondergepresteerd hebben, dat is duidelijk. Maar ligt dat dan alleen aan de coach? Misschien heeft hij ook wel dingen gevraagd en niet gekregen. De verwachtingen lagen ook wel hoog, hè? Want ik bij Standaard gevoelde wel, die energie zat wel terug in die ploeg. Als jij dat bij Brugge kon, was er geen probleem. Ik heb voor het seizoen denk ik gezegd dat ze met 10 punten verschil kampioen gingen spelen. Ja, ik bedoel, ik zit er 30 punten naast. Speelde je op de lotte? Nee. Ja. Iedereen dacht dat toch. Die kern is ook zo sterk. Ik denk dat ze een van de eerste matchen op Westerlo speelden, dat ze daar 1-6 gaan winnen of zoiets. En dan dacht ik van, ja, Westerlo deed het goed het jaar ervoor. Hetzelfde ploeg, min of meer. En daar 1-6, nog was aanval na aanval, aanval na aanval. Ik zeg, wauw, die moeten geen goede... Toen dacht ik ook van, ah, de verdediging kan nog een punt zijn. Maar ik dacht bij mijn eigen, als je zo'n aanval hebt, moet hij niet aan verdedigen denken. Dan moet je gewoon... Na 4-5 match hadden ze een ongelooflijk doelpuntensaldo. Zei iedereen, amai, die zijn vertrokken. Wie gaat daarvan winnen? Een paar maanden later was het een depressie. Dus ja, ook binnen matchen kunnen ze nog altijd heel goed voetballen. Gelijk zelfs tegen Sint-Truiden is dat wel nog altijd 20 minuten best goed. De eerste 30 waren goed. Ja. Het is niet rommel. Nee, het was, en dan zie je ook dat Deila wel een goed plan had. Want ja, druk zetten op een ploeg die altijd wil voetballen, Sint-Truiden, werkte wel. Maar ja, je moet het wel kunnen volhouden. Dus dan is het misschien het fysieke gedeelte niet goed genoeg om dat vol te houden. Of heb je geen B-plan als het even niet lukt om terug te zakken. Ja, ik weet het niet. Antwerpen bijvoorbeeld heeft een B-plan. Antwerpen zegt, oké, staan we achter. Ja. Toby, we weten het, maar oké, zij weten het ook. Union ook, hè. Kunnen met hun wissels veel veranderen. Ja, inderdaad. Union kan ook op posities wisselen, twee spitsen. Ene erachter of twee erachter, ene spits, kan allemaal. Dat hebben zij veel minder, hè. Anderlecht heeft dat ook met met Vasquez. Met Vasquez, een breker om iets te doen. Plus, die hebben ook nooit die zetten hoog druk, maar die hebben nooit een middelblok. Dat is altijd laag of hoog. Wat het ook moeilijk maakt voor de tegenstander. En je geeft er, dus ik zie bij iedereen een B-plan en bij Deila heb ik dat niet gezien.
Ook met Van Aken een keer in de spits te zetten, dat hij verschoot. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen dat ik zeg, van, ja, neem dat op voorhand door. Want je weet dat dat de opties kunnen zijn in een wedstrijd. Maar er zijn toch ook wel spelers die hem in de steek hebben gelaten door gewoon een slecht seizoen te spelen. Als ik Onyedika nu bezig zag, ja, die kan veel, veel beter. Hè? Zo'n mannen. En dat is wel, het zijn cruciale posities in uw elftal. Hè? Ja, hij heeft natuurlijk Vetlessen is wel een van hem die op die positie speelt. En die Onyedika gaat ook zeggen, van ja, het is een van u. Dus die gaat dat misschien zo een beetje gevoeld hebben. Zelfs met Zinkernagel, dat in het begin toch wel Nusa op de bank gehouden heeft. Dan Nusa ook zegt van ja, het is hier in het transfer. Ja, maar Nusa bijvoorbeeld, zo'n waanzinnig talent, ja, die kan toch alleen maar praten als hij beter presteert. Ja, en blessures hebben hem al geremd. Dus daar is het niet bewust, denk ik. Maar ja, er zijn gewoon te veel spelers onder het niveau gebleven, simpel. Ja, en het klikte niet met het management. Allee, ja, maar ja, zonder Mannaert. Is er nog een management? Dat is, dat is de vraag. En dat is natuurlijk wel het excuus dat Deila zal gebruiken richting een volgende club van ja, jongens. Daar viel toch niets lot te halen. Ik werd daar mijn lot over gelaten. Maar ja, oké, dan nog. Een trainer met een ploeg moet eigenlijk alleen maar tegen een andere ploeg spelen en moet zich niet bezighouden met randzaken. Dat zijn geen randzaken. Jij weet het best van, speelt dat mee? Hè? Als er in bestuur onduidelijkheid is. Het speelt mee, maar als trainer moet u daar kunnen overzetten en uw ploeg kunnen overtuigen dat het geen belang heeft op het resultaat. En de resultaten zijn wat de club laat draaien. Maar ik denk dat mannen als Van Aken en zo, die hadden waarschijnlijk ook wel een band met Mannaert opgebouwd. En die gaan misschien wel eerder eens naar daar als zij sportieve vragen heeft, in plaats van naar Deila. En dat speelt ook allemaal wel mee, die kleine dingen. Ja, hè? Ja sowieso. Ja. Dat, ik heb het in Anderlecht ook meegemaakt. Hè. Club die overgenomen wordt of waar de leiding verandert, ja, dat is niet evident. Want plots is er, ja, wie is nu de baas en bij wie kunnen we terecht? En die vragen die heeft iedereen. Dus. En dat denk ik, dat heb het gevoel dat Deila nooit echt de baas voor die spelers was. Dat gevoel had ik niet. Nee, ik denk dat hij te lief was. Dat hij een tipper per dom hebben zijn nodig. Iemand die ze een keer een shot onder de kont geeft als ze zeggen van er wordt hier niet goed getraind of niet goed gepresteerd, die de puntjes op de i zet na elke wedstrijd, tipper Blessing, die dat zelfs bij winstmatchen doet. Ik denk als bij Deila, als hij won, werd er niet te veel negatief gesproken. Het resultaat was goed, dus ik denk dat dat de trainer is dat ze moeten zoeken in Brugge. Iemand die deze groep een beetje is niet zelf corrigerend, deze groep, zoals we zeggen. Cercle wordt de primus van Brugge. Ik heb een paar Cercle vrienden, ik kan die heel blij ook, maken. Maar nu. Ik heb ook een paar Brugge vrienden. Ja, het kan absoluut, ja. Waarom niet eigenlijk? Ik twijfel ook tussen absoluut of misschien. Ik ga zeggen, het kan misschien. Omdat ik denk dat Cercle het in de topwedstrijden niet goed gedaan heeft. Heel slecht blijkt uit de cijfers. 3 op 30 of zo, klopt, denk ik, tegen de top 6 ploegen. Dus dat spreekt in hun nadeel. Het is ook. Ja, het is. Ik noem het zelfs geen systeem. Het is een soort voetbal. Hoe noemt het geen systeem? Nee, het is geen systeem. Ik noem Cercle geen systeem. Het is, maar wij praten er al zo lang over, maar wat is het dat dan? Dat is Stoke City van de jaren 2000. Maar als je daar de goede spelers voor hebt, en die voeren dat goed uit, en die kunnen absoluut voetballen op de helft van de tegenstander, maar ik vind er geen systeem. Lange ballen trappen en tweede ballen oprapen, dat noem ik geen systeem. Maar dat one-touch voetbal op de eigen helft, hè? Niet twijfelen. Nee, alles moet direct naar voren, punt. Ik heb, ze vroegen mij onlangs voor Warleson, is dat een goede keeper? Ik zeg ja, een hele goede keeper. En met de voeten, ik zeg ja, dat weet ik niet. Ik heb die nog nooit een passing gegeven van 10 meter. Nee. Dus dat kun je niet inschatten voor een andere ploeg. Je kunt die niet scouten. Maar ik vind het wel chapeau, een drive dat in die ploeg zit. De coach, want ik zeg het met veel respect, het is geen systeem, maar dat is ook omdat het als analist of coach, tegenstander, heel moeilijk is om te analyseren wat hij gaat doen. Hè? Want het is lange ballen trappen. Ja, je weet dat je duels gaat moeten winnen. Ja, maar wat doe je er tegen? Tegen hoge druk. En je kunt geen hoge druk zetten tegen hun, want dat laten ze niet toe. Durven blind wisselen van kant. Gewoon zonder kijken, zo snel mogelijk wisselen. En zien dat je bezetting daar dan oké is. Maar ze hebben met die jumping backs hebben ze dat ook wel goed door. Dus ja, blind denk ik niet dat je het moet doen, maar je moet echt wel snel voetballen, eronderuit, je keeper goed gebruiken. Dat is volgens mij, vanaf dat zij door, dat was Anderlecht, was heel sterk op... Dat je die eerste linie kunt overslaan met een goede pas. Anderlecht was heel sterk op Cercle Brugge, daarom, omdat Schmeichel dat echt goed begrijpt en kan uitvoeren ook. Als je keeper gebruikt en ze jumpen op de keeper, ja, dan is er ergens iemand vrij. Want ze gaan man-man overal en
dat is een beetje de sleutel. Maar dat is moeilijk en dat is heel, heel risicovol. Want als het dan de eerste keer mislukt, dan kom je niet in de match en dan effreet het je op. Het gevaar ook is dat je in je eigen opstelling aanpassingen gaat doen naar sterkere profielen, fysiek dan gaat gaan. Ja. En dat je je eigen voetbal een beetje gaat opzij zetten, omdat het toevallig tegen Cerkelen is. Daar gaan veel ploegen te veel in mee. Wat dat je ergens wel moet hebben, want ja, het is 50-50. Hè. Je moet wel je duels winnen om geen kansen tegen te krijgen, maar je moet ook wel je voetbalvermogen in de ploeg houden om ze kunnen als verband te spelen. Ja. Is dat altijd... Moet Anderlecht dan tegen Cercle Vasquez zetten? Moet Brugge Balanta zetten? Gewoon om die Nee, maar ja, als je Vasquez en Dolberg, dat is fysiek tegen... Maar ja, dat denk ik niet, maar op middenveld, voor die tweede ballen, zou ik het kunnen begrijpen dat Anderlecht bijvoorbeeld niet Verscharen zet, maar Stoikes. Hè, meer recuperatie, meer body. Dat je Delaney zet in plaats van Leoni. Minder voetbal, meer overzicht. Wat zonde dan is eigenlijk. Ja, want als je het voetballend perfect doet, komt Cercle misschien ook er niet aan te passen. Nee, klopt. Maar het is een veld. Op het einde van het jaar wordt elke week een match gespeeld. Jan Breide ligt niet goed om daar verzorgd voetbal gaan te spelen onder hoge druk. Je moet realistisch zijn ook. Dus dan gaan die keuzes als coach toch moeten maken. Ik ben wel blij dat Cercle erbij is. Dat er een kleine ploeg bij is. En ze hebben dan ook die speciale sportieve identiteit. Ik kijk er niet graag naar als neutrale fan, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik denk, in het stadion voor de fans van Cercle denk ik dat dit een waanzinnige periode is. En het is een ploeg die heel het jaar tegen die een top 6 of in die een top 6 gezeten heeft. Dus ja, dat verdien ik. Sorry dat ik het tegen u zeg, maar die verdienen het meer dan KV Mechelen. KV Mechelen. Ja, alle twee. Ja, het had zomaar gekund, maar daar hebben 6 minuten voetbal anders over beslist. Hè. Of 6 minuten geen voetbal. Is ook, ze hebben wel ook een paar spelers die wel echt leuk zijn. Gelijk Le Maréchal. Ja, Lamoa vind ik ook heel leuk. Lopez. Windaals en zijn dag heeft, ja, denk je. Denk je. Ze hebben wel nog spelers dat je denkt, oké. Okay. Ja, waar dat ik van denk, van die kunnen in een systeem met veel meer voetbal ook rendement halen. Maar niet allemaal. Van achter? Nee, van achter niet. Van achter is het inderdaad roeien met de riemen die ze hebben. Alhoewel dat ik dat niet. Ik weet dat niet. Ik denk dat een Daland wel nog goed. En een Popovic, dat die nog wel genoeg voeten hebben om. Je wil het wel eens zien, toch? Ja, ik wil het zien. En dat is iets. Ja. Ja. Het gaat niet gebeuren dit jaar. Het gaat Sturm en Drang zijn. Kick en Rush, wat hebben we er nog van termen voor? Ik weet het niet. Maar ik vergelijk het echt met Stoke City. D-Lab die inwerpt. Noemt hem Crouch van voor. Crouch, Deep, Poink. Dat soort voetbal, man. Is Boskamp geen trainer geweest bij Stoke in tweede klasse? Ja. Zou die dan Kick en Rush hebben gespeeld? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ja, nee. Het is wel tof. En het zou wel een blamage zijn voor Club Brugge als Cercle boven hun eindigt. Ja, het kan wel. Hè. Ik bedoel, ik hoop het niet voor Nicky Haaien, maar hij gaat het daar moeten rechttrekken. Met Jonker, alle twee jonge trainers. Nicky heeft wel al een beetje ervaring, maar nu niet om te zeggen van ervaring in play-offs. Tegen topploegen zal hij wel... Ik moet wel zeggen, Nicky Haaien heeft mij ooit met de reserve, dan was hij trainer van Sint-Truiden. En hij was een van de eerste die dat systeem 4-2-2-2 ging spelen. En ik moet zeggen, wij hadden Bellamy als coach en ik dan. En wij zeiden na de match, dat is hier een coach met een eigen identiteit die iets doet. Dus we hebben wel lof gehad voor Nicky Haaien. Maar gaat hem dat nu ook doen met een eerste ploeg? Gaat hem zeggen, oké, dat gaan we doen, we hebben daar de spelers voor. Ik ben wel benieuwd. KRC Genk gaat bevrijd voetballen nu het de Champions Playoffs heeft gehaald. Twijfel. Ja, ik twijfel omdat ik toch eerder niet denk dan wel. En dan moet ik ook resoluut zijn. Het kan niet meer, denk ik. Omdat, ik ben er wel van verschoten. Ik ben er, hoe veel minder het is dan ik had verwacht. Alleen vorig jaar was er een periode waanzinnig. En oké, dat was ook wel een iets andere ploeg. En die zaten in een waanzinnige flow. Maar Franke staat wel voor heel creatief, dominant voetbal met heel veel... Diepgang. Diepgang, ja. Ook van die backs die naar binnen komen. Dat is weg. Daar zeg je het al. Die diepgang is met Peensel vertrokken, met Munoz vertrokken, met Arriaga vertrokken, met... Het is ook kwaliteit, maar ook ergens stress voor soms in die ploeg. Nee, of ja, is het alleen kwaliteit? Ik denk dat het daar ook meer rommelt dan dat we denken. Want er wordt nu ook al gezegd waarom de Franke geen coach zou zijn volgend jaar. Dat vind ik ook raar, want oké. Heeft wel Europees gespeeld, oké, niet goed. Niet de Europa League, maar de Conference League. Maar ik denk ook dat hij
dat ze echt wel veel kwaliteit zijn verloren in dat jaar. Ja. Dat is net hetzelfde als toen met Onuachu. Ze spelen ze fantastisch, Onuachu kwijt en ze spelen geen kampioen. Laat hem staan, laat hem in die ploeg. En dat is moeilijk voor een coach om altijd te boven te komen. Hè, want het is ook altijd een ploeg geweest van veel transfers, toch? Ja, maar doe ze dan na het seizoen. Ik heb altijd van, houd uw ploeg tenminste in het seizoen samen. Waarom in januari voor snel geld gaan? Ik denk dat in de zomer... Dat er te veel persoonlijke beloftes zijn gemaakt aan die gasten. Ja, maar dan van moet je stoppen, met persoonlijke beloftes maken voor het midden van het seizoen. Na en jij seizoen. Weet ook, pak nu een Peensel die het echt aan het uithangen was. Ja, die beslist toch zelf of dat hij weggaat of niet. Want als ploeg kun je niet iemand bijhouden die het niet wil. Nee, klopt. Heel moeilijk. Ja, Peensel, ik heb ze opgenoemd. Ik vond het echt wel... Die twee backs, dat ze verliezen. Dat is absoluut. Een enorm verlies. LOA die heeft niet de aanvallende kwaliteiten. KMB heeft niet die aanvallende kwaliteiten. Gewoon een iets minder niveau. Dan tuurlijk, ja. En dan moet je ook de trainer daar niet verantwoordelijk voor houden, denk ik. Dan is het de club die moet kijken naar zichzelf. Of samen met een trainer op zoek gaan naar... Of Franke zou zich echt moeten aanpassen aan het potentieel van de huidige kern. Of meer inspraak krijgen in een transfer. Als ze zegt, oké, je laat hem gaan voor, zeg maar iets, Munoz gegaan, 10 miljoen of zo. Oké, is goed, maar ik wil er 5 kunnen spenderen aan met een nieuwe rechtse bak. De Condé zegt wel altijd dat er geen enkele transfer komt zonder dat ook de coach daarin gehoord wordt. Of dat hij beslist, dat is iets anders, maar hij weet het wel wie er komt. Ja. Maar ja. Wat ik ook wel straf vind aan een ploeg die getraind wordt door iemand als Wouter Franken, is dat ze zo soms, op de momenten dat het ertoe doet, gewoon eens een match over de streep trekken. Nee, dat... Wat duels, wat gif. Een heel jaar niet lukt, hè. Zowel in de Europese campagne als het plaatsen voor Europa, dan matchen in de competitie lukt het niet, in de beker is het niet gelukt. Ik bedoel, het zit niet in die ploeg, volgens mij is dat gewoon... Maar Franco wordt toch zot daarvan? Dat kan ja, niet anders. Maar wie zijn de smeerlappen in die ploeg die dat kunnen? Noem ze me. Heine misschien. Heine is iemand die een gezonde... Rozovski is te weinig. Rozovski niet meer, is niet geen smeerlap. Galarza, maar... Ja, Galarza is te. Maar dat is het. Sommigen zijn te. Niet slim genoeg smerig of niet slim smerig. Bonsoubaï heeft denk ik wat 3 rode kaarten gehad voor stommiteiten. Dat je denkt van oké, jongen, leer het nu af. Je hebt 1 kans, 2 kans, maar de 3e kans, dat komt ook niet goed over. Galarza inderdaad is te smerig. Gaat er een beetje te veel in. Ja. Maar wie zijn daar dan degene die... Ja, ik zie dat El Canoes niet doen. El Canoes is de stylist. Ik zie het... zeg maar. Dat is ook richting volgend seizoen. Er gaan er nog meer vertrekken. Dus dat wordt ook weer een overgangsperiode. Deze zomer weer wat transfers moeten doen. Als je 6 is eindigt en je doet niet mee in de play-offs, welke ploegen gaan dan ook die spelers willen weghalen? El Canoes, ja. En de rest? Van de Voort is weg. Is weg al, is al verkocht. De rest gaat blijven, ja. Ja, dus je moet wel extra kwaliteit gaan halen. Ja, tuurlijk, je moet in elke linie een Belgische topspeler gaan halen, toch? Als je wilt meedoen voor de titel, hè. Ja, dat is natuurlijk ook. Hè. Wat zijn de ambities? Ik denk dat ze die altijd wel hebben. En Belgisch in Genk, ik denk dat ze die... hebben daar wel een fantastische jeugdwerking die er aankomt. Dus als ze die kunnen gaan brengen uit de eigen jeugd, dan moet je geen Belgen gaan halen. Dan kunnen gewoon toppers halen van andere landen. Wat dan wel met Munoz bijvoorbeeld. Ja. Ik had er nooit van gehoord voor hem in België speelde, maar wel een topper was. Ja. Onuachu, hetzelfde. Gaan halen. Ze hebben een goed transferbeleid. Maar oké. Inkomende transfers zijn vaak goed, maar de uitgaande zijn vaak heel ongelukkig op een ongelukkig moment voor de coach. Ja, ze hadden ook natuurlijk die titel moeten pakken op het moment dat kon. En als je dat dan niet doet, dan valt zo'n selectie automatisch zo uit elkaar, ook mentaal. Vooral dat denk ik, ja. KAA Gent revancheert zich met een Europees ticket. Ja, ik hou van hem. Ik ga mijn tas laten staan. Is dat de persoonlijke band met de club, dat je er toch nog een beetje in gelooft? Nee. Ik woon in Gent, maar ik heb met de club eigenlijk... ik ken nog veel mensen, maar het laat mij koud. Allee, nog warm, nog koud, hoe dat ze doen. Maar ik heb gewoon... Ja, ik geloof wel in Hein van Azenbroek en zijn systeem en zijn voetbalfilosofie. Maar ik geloof niet in de groep die ook te veel vertrekkers niet heeft opgevangen. Ik twijfel ook tussen de twee niets, jammer genoeg, voor Gent. Het kan niet meer, denk ik, omdat er zijn toch spelers die ver onder niveau aan het presteren zijn. En ik weet niet of dat hij nu de coach is om plots in die 2 weken die hij nu heeft met de interlandbreak, om daar een soort nieuw leven in te krijgen. Integendeel zelfs, denk ik. Ja. Of hij moet gaan wisselen door nieuwe gasten. Of hij moet zelf
naar de groep toe eerlijk zijn. Oké, dit gaat er met mij gebeuren, maar we gaan wel nog mooi eindigen. Want hij weet zelf 50-50, hij weet dat het misschien wel, maar hij communiceert het niet. En als hij eerlijk gaat zijn naar zijn groep en zegt van kijk jongens, het zal volgend jaar niet met mij zijn. Of ik zou heel graag doorgaan, afhankelijk wat de keuze is van hem. Dan kan die groep daar misschien wel een geloof uitputten en zeggen oké, we gaan eindigen. En ze hebben de beste kwaliteit, in mijn ogen, van al die ploegen die daar in die tweede play-off zitten. En met Hein van Azenbroek over één match tegen een ploeg die niet te veel gewonnen heeft in play-off 1. Dan wel. Tactisch, gaat wel iets uitdokteren dat het... Dus het kan met wat chance. Maar gaan zijn frustraties niet de bovenhand nemen? Ik denk dat zijn keuze al gemaakt is. Ik denk dat zijn frustraties achter hem liggen. Ik denk dat zijn keuze in zijn hoofd... Met de laatste speeldag heeft hij dat afgesloten. Ja. Ik denk dat ervan afhing, wat gaat er gebeuren? Spelen we play-off 1 niet? Spelen we Europees volgend jaar? Al die dingen. Maar hij gaat toch mannen als een Fernandes Pardo en Laga en zo, gaat hij nu gewoon toch veel meer minuten geven? Afhankelijk. Als hij zegt, ik wil in schoonheid eindigen en het gaat niet over de toekomst van de club, dan kan, als hij zegt van oké, ik stop en ik wil zo goed mogelijk eindigen voor mezelf, dan gaat hij de beste spelers opstellen. En dan gaat hij niet denken aan waarom zou ik iemand kansen geven die volgend jaar voor een andere trainer, voor de club? Ik weet het niet. Dus dat is iets. Daarom heb je ook altijd duidelijkheid nodig over het volgende seizoen in de club. Als speler, als coach. Je hebt altijd, je moet weten wat je gaat doen het volgend jaar om mentaal goed te kunnen presteren. Ja, en ook heel veel spelers gaan een gesprek moeten hebben met bestuur tijdens die periode, toch? Over wat zijn de plannen met de kern. Ze hebben Kums verlengd, die weet het nu wel. Maar er zijn er waarschijnlijk nog wel een paar die... Tissoudali is een heel belangrijke speler, denk ik, als je nu nog Europees voetbal wil halen. Maar net hij heeft toch... zoekt wel de grens ook in de interviews. Hij heeft toch een straf interview gegeven. Ik heb wel geëxcuseerd daarna, maar ik kan ook wel... Anders was het misschien beker en of zo, weet ik het. Of bank. Oké, ze hebben niemand anders. Ja, ik ging net zeggen, wat gaan ze doen? Torinari ga je de spits zetten. Ja, gaat die dan op een soort revanchegevoel dan nu een fantastische play-off spelen? Tissoudali, terwijl die wil toch ook weg? Het is wel de laatste die overblijft. Als die was geen goed teken. Hè. Ja, ik was wel echt die Fernandes Pardo, die deed wel toffe dingen. Ja, dus, leuke dingen. Maar ja, de overstapken ook, is ook getuigd van overzicht. Ik heb die match, de laatste match, ik heb hem op standaard wel zien spelen. Dat was ongelukkig, want daar komen ze heel snel met 10. Nu de laatste match was zo die multilife met vier wedstrijden door elkaar. Dan heb je niet echt een goed beeld over elke wedstrijd, moet ik zeggen. Nee. En ja, blijft het verhaal van toch een beetje in je eigen voet schieten bij Gent. Ik denk dat er één iemand verantwoordelijk is, maar nu duidelijkheid moet scheppen. En dat is de nieuwe eigenaar. Wie wordt er technisch directeur? Wie gaat wat welke functie doen? Met de coach? Ja. Welke spelers worden belangrijk volgend seizoen? Ja. Die moet schoon schip maken, al dan niet met de grove borstel erdoor, dan is het ook duidelijk. Want ik denk dat iedereen schrik heeft van die gaat hier met de grove borstel door de selectie, door het bestuur, door de bestuurskamer, door de entourage, alles. Ja. Ja. Ik ben enorm verschoten bijvoorbeeld van iemand als Torunariga. Oh, zo'n geweldige speler toen hij in België kwam. En de laatste weken, Ik denk dat hij al heel lang sukkelt met iets dat we niet weten. Zijn enkel of zijn knie, maar ik heb het gevoel dat hij al een... Wanneer was ik nog coach bij Anderlecht? Dus dat is al bijna een jaar geleden nu. Dat valt nog mee, een jaar. Ja, maar toen speelde hij tegen ons en dan zeiden wij op de bank van we moeten daar gewoon, was het Amuzu op die kant zetten, want die kan niet meer lopen, die heeft pijn. En ik heb het gevoel dat sinds dan ook nooit is weggegaan. Dus dat hij een knie of een enkel probleem heeft ergens, want dat kan niet met de kwaliteiten dat hij heeft, maar dat te presteren. Volgend seizoen staat er opnieuw een Antwerpse derby op het menu. Tuurlijk. Het moet, het kan, het moet absoluut. Het moet gewoon voor het voetbal, het kan absoluut. Beerschot doet het fenomenaal goed in 1B met een selectie die ze bij elkaar hebben geraapt. Ik snap het nog altijd niet goed hoe dat gegaan is. Ik kijk elke wedstrijd van Beerschot, ook met een jongen van Beerschot werk. En, wie? Tom Reiners. Ah, die heeft een goede statistiek. Ja, op 14 denk ik, goals en assists. Dus... ik zie elke wedstrijd en ze spelen echt wel heel leuk voetbal. Wat dan wel in eerste klasse moeilijk zal zijn om zo de bal laten rond te gaan. Want de ruimtes zijn toch wel wat kleiner, druk is hoger. Maar het is leuk om naar te kijken. Het is toch echt bij elkaar gepuzzeld, met heel weinig geld ook. Geen geld. Dus het zijn allemaal jongens die eigenlijk uit waren op een tweede kans, revanchegevoelens. Ze hebben wel hun coach verloren in het midden van het seizoen. Bizar moment ook wel. Bizar moment aan de leiding staan, maar dat wil ook zeggen dat het daar rommelt bovenin qua financiën. Gebrek aan ambitie, misschien dat hij voelde. Of gebrek aan financiën, om te kunnen doen wat je wilt doen. Hij wou in de winter echt nog wel 2-3 sterke spelers erbij. Ja, en
Ze hebben ook een mindere periode gehad. Ja. Op een gegeven moment stonden ze bijna 10 punten los, als ik me niet vergis. Nee, het is 10 niet. Ja, maar als je Wieland wisselt Turkuit, is dat ook ergens logisch dat je even... Ja, iedereen verschiet ook. Andere accenten. Hij heeft wel gezegd van ik ga een beetje hetzelfde blijven doen, maar toch wel wat andere accenten. Wat meer direct voetbal, wat meer crosses. Wat ze daarvoor eigenlijk bijna nooit deden. Maar ja, oké. Ik denk dat ze wel Deinzen verloren van het weekend. Lommel staat er nu bij als tweede. En verder, wie kan er nog mee? Ik denk dat zijn er nu, twee direct, hè? Ja, ik denk dat nu tegen Zulte Waregem is. En hebben ze gewonnen, hè? Ze hebben gewonnen op Zulte Waregem. Ah, is dat net geweest? Ja, dat was een cruciale zijn. Ja, ja. 0-1 gewonnen op Zulte Waregem. Ik denk dat nu binnen is eigenlijk. Ja, ik zeg dat nooit, maar... Lommel komt er ook van heel ver terug, hè? Zij staan al een heel jaar van boven. Ja, zij verdienen het meest. En ik vind dat ook. En Beerschot hoort ook gewoon in eerste klasse. Dat Kili, dat blijft toch fantastisch. Ik ben er een paar keer geweest, dat is wel leuk. Ook altijd grappige supporters. Ik kan eigenlijk niet wachten wat er weer gebeurt volgend seizoen, dat ze weer bij spandoeken gaan die weer grappig zijn. Ja. De beste was ooit bij Diggense, toch? Bij Kawashima. Terugvliend. Oh, dat vond ik... En dus, die ga ik niet zeggen, over de schacht, hè. Ja, tussen de anus en de bal, zijn ligt de schacht. Jongens, tegen Beveren geeft hij een pins in Cite terug. Ja, of die pin, die is, ja. Ja. Ze hebben goede voetbalhumor, dus die gasten horen terug thuis op... En er zit echt nog veel volk, hè. Het gaat goed. Heel veel jonge supporters ook, een Engelse sfeer. Ja, ik vind dat ook, matchen tegen KV Mechelen bijvoorbeeld en tegen Antwerpen, dat zijn matchen dat alle fans er altijd weer willen bij zijn. Ik vind gewoon, dat zou fantastisch zijn. Eén ploeg buiten Beerschot, dat je zegt, die horen echt in 1A. Ja, dan kijk je naar Lierse, Beveren, Waregem. Lokeren komt nu terug in 1B. Met dat stadion. Ja, Waregem qua infrastructuur, als je daar komt, ik vind dat wel knap. Maar ja, Lierse is al jaren op de dool, dus ik weet niet dat die de mogelijkheden hebben moeten doen. Maar wel een voetbal. Ja, natuurlijk. Ik ben opgeleid bij Lierse en ik heb zelfs ook een hart voor Lierse, maar het is al jaren niet meer hetzelfde. Beveren is ook al stap per stap. Ook zo'n koopclub geworden. Ja. Geen stabiliteit ook. Lokeren komt nu wel in 1B. Dat is nog meer concurrentie. Dus dat is nog meer voor jeugdvoetbal, gaan nog meer een beetje. Dus. Ja. Maar ja, het zijn wel... Dus maar Beerschot is wel degene die we het meeste missen, denk ik. Ja, en ook die hebben de geschiedenis met Lozano, Koppes. Het zit gewoon goed bij die ploeg qua verhaal. Dat is... En het geeft een derby waar iedereen naar uitkijkt. Dat alleen al. Ik denk dat de politie in Antwerpen misschien minder hoopt op succes van Beerschot. Maar... Het zou fijn zijn dat daar een nieuwe eigenaar op staat die ploeg terug een smoel geeft. Want nu is dat zo... Oké, die ploeg doet het goed, maar voor de rest... Buitenlandse investeerders? Een Saoedische prins. Okay. Maar die zien we nooit. Die wilde ook niet meer bijpassen. Hè. Daarom dat ze nu die goedkope selectie hebben. Maar die wil eigenlijk verkopen. Maar stel je voor dat je daar een figuur à la Gijsens krijgt, krijg je nog meer een match-up. Zo. Hij zal een keer moeten nadenken, is daar een stadion te bouwen aan de twee kanten. Misschien dat we het nog doen. Zijn zoon Beerschot en hij Antwerpen. Dat is een club, geeft die een toffe... Ik wil niet zeggen Sleeping Giant, hè, want kijk, Antwerpen is daar nu en die zijn daar volgens mij om te blijven. Maar het is wel een ploeg die top 10 in België moet kunnen ambiëren als je het goed doet. Ze hebben daar de stad voor, de achterban voor. Ze hebben daar alleen nog niet de infrastructuur voor en de spelers ook niet. Hè, nu. Ja, maar ze hebben toch Reiners? Ze hebben Reiners, maar ze hebben die nog... kan mee in eerste klasse, hè? Ja, die kan zeker mee in eerste klasse. Bij voetballende ploegen, want je moet hem niet zetten bij cirkelen. Ik bedoel, met alle respect, daar gaat hij het voetbal niet... Alhoewel hij wel loopvermogen heeft, maar de duels gaat hij niet winnen. Dus... Zijn er 3 spelers die daar volgend jaar ook nog altijd... In de ploeg, Sanusi. Die spelen ook al in eerste klasse. Matisse, Hervé. Ja. Tom, denk ik. Die SS, die boven. Cagro, die heeft wel body, hè? Thibaut Verlinde misschien. Ja. Maar afhankelijk. Ik denk dat ze een... Maar geen 10, hè? Ze gaan veel moeten, ze hebben... veel moeten ze kopen spelen... als ze stijgen, toch? Ja, ze gaan wel moeten investeren. Maar ja, dat is eigen aan stijgen, denk ik. Ja. Frank, ik vond het super plezant. Het was plezant. Het was, we kwamen eigenlijk wel goed overeen, ook, denk ik. Ja, ik vond het ook. Succes met 4-0. Dank je wel. Jij ook bij alles.